Ja, van harte gefeliciteerd. Ook de tweede competitieronde wordt in winst omgezet door regerend landskampioen Holvo Cubo. Maar eerlijk is eerlijk, de hele ploeg is nog een beetje zoekende, heb ik het idee. Zeker weten. Inclusief mezelf ook. We zijn een aantal weken bezig met wat voor soorten blokken en wat voor soorten spelers en wat voor kwaliteiten ze allemaal hebben. Want we hebben op zich een aantal nieuwe spelers, waaronder mezelf ook, die andere kwaliteiten hebben dan de jongens die er niet meer zijn, zoals Soufiane, Joshua, Kerim bijvoorbeeld. Dus we zijn nog met elkaar aan het zoeken, maar al met al gaat het per week beter en beter. Dat kon je ook vandaag zien, vergeleken met vorige week een betere wedstrijd gespeeld. Ja, weinig echte foutjes gezien. Toch hebben jullie relatief veel mogelijkheden en kansen nodig om te scoren. Ja, klopt. Tegen zulke ploegen meestal wel. Vanwege dat ze compact staan. En eerlijk is eerlijk, vandaag had de keeper van Texel wel zijn beste dag, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Die was heel erg goed. Dan even jou persoonlijk. Overgekomen van het Zuid-Hollandse OACN Boys. Ja. En binnen no time, binnen in de picture bij de nieuwe bondscoach van Oranje. Ja, kan je wel zeggen, ja. Ja, je zegt het goed. Verrassend nieuws. Ik had het nooit van mijn leven verwacht dat het zo snel zou gaan. Maar ja, al met al heerlijk nieuws. En ja, ik sta al te popelen om daar te gaan beginnen. En voornamelijk eerst mijn focus is natuurlijk bij Hovo Cubo zelf. En bij het Nederlandse elftal kan ik alleen maar meer en meer leren. Ja. Maar ik wil niet met lege handen naar huis gaan in ieder geval. Nee, dat snap ik. Je zegt het al, bij Hovo Cubo, dat is toch je prioriteit. Zeker. En zeker als je naar vandaag kijkt, waar toch een aantal spelers niet van de partij waren. Ik denk aan Nureddin Ulad Ben Youssef, ja. Karim Moussaoui noemde je al. Maar ook een Faisal Mella die uit voorzorg op de bank is gebleven. Zeker, dat zijn drijvende krachten binnen het elftal. Voornamelijk met creativiteit, voor inzicht. En die kunnen ons team best alleen maar omhoog brengen. En die doen het ook. Maar ja, voetbal is voetbal. En ja, sommige dagen heb je ze niet. En dan moet je alsnog met elkaar kunnen werken en een overwinning binnenslepen. De 23e over twee weken weer een wedstrijd dan uit in Apeldoorn. Betekent een week extra trainen, maar ook een beetje rust. Hebben jullie dat nodig? Op zich niet, denk ik. Ik denk juist dat we aan de bak moeten, vanwege het conditionele gedeelte. En dat weet iedereen ook. Voornamelijk moeten we niet alleen trainen op de dagen die we trainen. En moeten we meer voor onszelf gaan trainen. Buiten de dagen die verplicht zijn om te trainen hier. Dus ben jij zo iemand, zo'n trainingsbeest? Zeker, ik ga door het uiterste. Ik probeer zoveel mogelijk te doen. Het gaat de goede kant op, zeg je zelf. Maar het moet natuurlijk beter, want... In een maand tijd speel je tegen Barcelona en die trainen al een jaar, dus... Dan moet je er staan, hè? Dan moet je er zeker staan, ja. Ja, Sander, enige zelfreflectie kan je je spelers niet onthouden, want Walid Tarrefiet zegt terecht, we moeten conditioneel beter worden. Ja, niet alleen conditioneel, maar dat is wel een van de aspecten en dat hebben we ook met ritme te maken en compleet kunnen trainen. Maar dat is maar één facet van het voetbal, maar ook in spel moeten we ons gaan verbeteren en... Bij Vlagen gaat het goed, maar bij Vlagen gaat het ook gewoon heel matig. Ja. Weten we, spreken we ook over met elkaar, alleen dat is niet binnen een dag opgelost, Leo. Nee, dat lijkt me duidelijk. Ploeg is natuurlijk toch weer in een enigszins opbouwende fase, omdat Zeker. Je wat nieuwe spelers hebt. Zeker. En je was vandaag extra gehandicapt door het niet spelen van onder andere Faisal Mella, maar ook Nureddin Ulad Ben Youssef. Nou ja, goed, dat zijn twee spelers die natuurlijk wel een nodige ervaring hebben en ook voor onze ploeg gewoon heel belangrijk zijn. Maar goed, we moeten het niet te veel hebben over mensen die er niet zijn, want andere ploegen zullen ook spelers missen en wij zijn nu van de beurt. We hebben ook genoeg, vind ik, talent en kwaliteit met de andere spelers. Alleen, ja, het is nog niet de geoliede machine die we van Hovo Cubo wel gewend zijn. Zo zelfkritisch moeten wij gewoon zijn. Ja. Maar goed, we groeien en ik vond de tweede helft alweer een stuk beter dan bijvoorbeeld de eerste helft, maar ook dan vorige week. Ja, dat was heel plichtmatig de eerste helft, had ik het idee. Ja, maar ook gewoon, ja, nogmaals, ik moet ook niet vergeten, ik vind ook complimenten van Texel. Die bleven echt strijden en tot op het laatste ook nog met slijdings en alles. En ja, jonge groep, ze misten er een aantal, dus nogmaals complimenten voor Texel. Er zijn ook ploegen die geven dan de pijp en Maarten, zoals ze mooi zeggen. Die schakelen helemaal niet meer om, maar Texel blijft gaan. Dus dat vind ik echt heel dapper en heel netjes. Maar wij moeten er gewoon stemmen mee omgaan. En dat zie je aan de goals, zie je dat terug, dat we wel het geduld hebben. Wel zoeken naar de juiste vrije man. Zet je lange draaien. Derde man zoeken en dat soort zaken. Ja, en in fase is dat gewoon heel slordig. Gewoon geen vertrouwen of ja, misschien niet herkennen van de situatie. En dan wordt het moeilijk. Ja.
nu over 2 weken weer een competitieronde dan uit in Apeldoorn. Vind je dat een voordeel of een nadeel dat er een week tussen zit? Nou ja, eigenlijk een nadeel, want ik heel eerlijk... Jij bent echt een ritme, mensen. Ja, ik ben niet zo van onderbrekingen, maar in principe, iedereen heeft er hetzelfde last van. Dus kijk, Apeldoorn heeft op dit moment, zover ik weet, geen internationals. Dus ja, kan wel compleet trainen. Wij missen een aantal, dus we moeten een weekje overslaan. Dat is jammer, dat liever doorgebouwd. Maar nogmaals, daarnaast komen we weer bij elkaar en hebben we gewoon 2 volwaardige trainingen richting AGOVV. Dus dan moeten we gewoon de draad weer oppakken en dat zullen we ook zeker doen. Ja, je zei al, het moet langzamerhand beter gaan worden. Ja. Ben je eind oktober klaar met die groep? Dat zullen we tegen die tijd zien. Maar nogmaals, ik blijf dat zeggen. Overkubo is aan zijn stand verplicht om ons ook namens Nederland goed te vertegenwoordigen. Dat gaan we ook zeker doen. Ja. Alleen ja, niemand doet expres. Norlin zit ook in het gips. Dat is ook niet morgen opgelost. Niemand doet het expres. We hebben toch links en rechts wat pijntjes. Nou ja, daar hebben we gewoon mee te dealen. En zolang die pijntjes niet erger worden en langzamerhand binnen weer terugdruppelen, ja, dan worden we sterker. En als we sterker worden en meer keuzes maken, kun je luxe keuzes maken. Nou, op dit moment hebben we minder luxe keuzes. Nou ja, dan moeten we roeien met de riemen die we hebben. En andere jongens moeten gaan opstaan. En dat gaat letterlijk met vallen opstaan. Ja. Maar goed, we gaan zeker doorpakken. Leo, je kent me. Uiteindelijk gaat er gewoon straks weer een geoliede machine komen. Ja, alleen het heeft gewoon even meer tijd nodig, zoals we van tevoren al wisten. Ja, gelukkig hoef je zelf de voetbalschoenen niet meer aan te trekken. Als dat moet gebeuren, Leo, dan gaat het echt hard achteruit, hoor, tegenwoordig.